Nee, Patch Up is gewoon een track waarin ik een paar klappen teruggeef, weet je, naar mensen waarin ik eigenlijk, het is gewoon rap, brag en boosten en vind ik ook lekker. De journalist is belangrijk, dit is liedje 2. Dat gaat over het systeem. We leven in een systeem waar goed nieuws geen nieuws is. Als je een krant pakt en je gaat kijken naar hoeveel goed nieuws er is en hoeveel slecht nieuws, dan is het percentage ongeveer, denk ik, 85 om 15. Ik heb het gevoel dat door al het slechte nieuws, dat daar de sfeer ook een klein beetje mee bepaald wordt. Dus ik pleit voor een dikkere krant. Met veel goed nieuws en veel slecht nieuws, allebei evenveel, weet je. Zodat de mensen die zich inzetten voor de samenleving. Stel je voor, jij zet je in voor Marokkanen, Antillianen, what the fuck je ook voor inzet. Je zet je ergens voor in. Je geeft als vrijwilliger al je energie erin. Maar je ziet daar de erkenning van nooit terug in de media. Maar is het niet hetzelfde als je het eerste nummer Petje Af, dat op een gegeven moment mensen toch altijd meer geneigd zijn om op negatieve te focussen. Hetzij commentaar leveren zelf, Ja, hetzij erover te lezen. dat klopt. Dat klopt ook. En daarom is het liedje geen aanval op de schrijvende pers, geen aanval op de journalisten, nog op de eindredactie. Het is een aanval op het systeem waar wij allemaal aan bijdragen. En het begint, daar dus ga je misschien van schrikken, bij ons, bij mij. Ja, ik begrijp het. Ja. Als lezers willen wij slecht nieuws, sensationeel nieuws. Daar heb ik mezelf op betrapt. Ik zap naar teletext. Ik zie dat er niks is gebeurd. Ik ben weg. Staat er wat dingen die er wel gebeurd zijn, ga ik verder lezen. Wij dwingen op die manier kranten en journalisten om zo te schrijven. Dus dat moet heel duidelijk zijn. Dat de journalist die dit hoort, die moet hier zich niet. Die is ook slachtoffer van dit systeem. En dat systeem zou ik dus willen. Ik zou goed nieuws willen maken. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, wat ik bijvoorbeeld doe, is als ik wakker word, sta ik nu met deze gedachte, nu ik daarvan bewust ben, ook open voor de goede dingen die zijn gebeurd. Als ik dan een krant opensla en ik zie bijvoorbeeld jongen redt oma of zo, weet je, een omaatje die was ziek in de flat, redde niet, een jong jongetje of zo, die redde, is mooi nieuws, snap je? Maar zo heb je heel veel mooie dingen die gebeuren. En daar kun je ook de focus op leggen. En persoonlijk vind ik dat, ik weet niet of iedereen dat vindt of ik het helemaal mis heb, maar ik heb het gevoel dat het goede nieuws ook mensen hoop kan geven. Van hey, het is niet alleen slecht, het is ook goed. Ja, maar ik was positief voordat ik bekend was. En daarom vind ik het belangrijk dat die mensen dus die niet de erkenning krijgen, dat die ook erkenning krijgen. Ik krijg de erkenning voor Woordchild. Maar what the fuck met die vrijwilligers die zich inzetten dan? Waar is hun erkenning? Weet je hoeveel vrijwilligers er zijn in Nederland? Weet je hoeveel vrijwilligers er zijn op de wereld? Mensen die krijgen niks, nada. Die gaan de wereld op om andere mensen te helpen. Waarom krijgen die geen... Sterker nog, als je die hun erkenning geeft, en mensen die dan nu leven en nog niet echt een doel hebben gevonden in hun leven, zouden misschien wel dat als doel kunnen nemen. Zich inzetten voor de maatschappij, zich inzetten voor de ander. En dat is wat ik probeer te zeggen. Dat is goed nieuws. Dat er dat soort mensen zijn. Ik ken een vrouw die veegt elke week de hele buurt aan. Om een nette buurt te houden. En die organiseert tussen allochtonen en autochtonen verschillende dingetjes dat ze van elkaars culturen leren. Een vrouw die zich helemaal geen rode cent krijgt. Die vrouw moet erkenning krijgen. Die vrouw moet in de krant komen. Niet ik. Heb je politieke... En ik heb geen politieke ambities. Absoluut niet.